ik verkoop melk op straat in Amsterdam. En dan merk je gewoon hoe breed de wens is om meer verbonden te raken met de voedselproductie en ook de argwaan en de zorg die mensen hebben over waar het naartoe gaat met het voedselsysteem. En wat je hier ziet is dat je niet de enige bent die zich daarover zorgen maakt en dat je niet de enige bent die daar iets aan probeert te doen. Want dat verbinden van boeren en consumenten, dat vind ik heel belangrijk. De nieuwe boerenfamilie voor mij is gewoon een manier om te kijken hoe kan ik als stadse vrouw toch die droom verwezenlijken en ontdekken en niet het gevoel hebben van dat ik alleen ben. Ik heb het gehad over keuzes die mensen maken en dat is heel inspirerend omdat je dan gewoon even een leerroute van een ander hoort en als je dat zelf doet ook. Maar voor mij gaat het dus niet per se over het verdienmodel, maar het gaat echt over de lol en het samenwerken en samen iets creëren. Iemand die een verwerkend bedrijf heeft, die heeft ook niet direct contact met boeren. Er zitten altijd tussenhandelaren tussen. Dus om echt dat te doorbreken, moet je echt een combinatie hebben van mensen die aan de uiterste van de voedselketen zitten. En die bij elkaar brengen, anders krijg je nooit een andere keten op gang. We hebben wat leuke ideeën gekregen over Amerikaanse pannenkoeken en soorten brood die met karnemelk gemaakt kunnen worden. Dus daar kunnen we gericht afnemers gaan zoeken. Er zijn een paar mensen die hebben zich gemeld, die willen meedenken om op de boerderij dingen te gaan creëren om mensen te trekken. En de koffiekaas valt erg in de smaak.